Gedeputeerde Lily Jacobs en burgemeester Rinus Everaars hebben maandagmiddag het gerevitaliseerde bedrijventerrein Nijverij in Rukven officieel heropend. Ze deden dat met de onthulling van een plaquette. De gemeente Rukven begon in 2004 al met een opknapbeurt van het bedrijventerrein. In totaal heeft de vernieuwing van de openbare ruimte 6 miljoen euro gekost. De provincie betaalde daarvan 1,4 miljoen euro.